Groetjes uit Nantucket, het eilandje voor de kust van Boston, waar de 0,1% van de rijkste Amerikanen uithangt. Ik zal u zo laten zien waarom. En in deze week, waar de Model 3 door Elon Musk werd getoond. En we gaan erover praten en of dat ding nou eigenlijk de moeite waard is en of iedereen er echt zo enthousiast over is. En de Bitcoin is geforkt. Er zijn er nu 2 en het gaat met beide munten heel erg goed. Achter mij zie je het kleinste huisje. Het zat in de familie al 55 jaar en we hebben het voor $5500 is het ooit gebouwd. En nu is alles hier miljoenen waard. Daar hebben we helemaal niks aan, want wij willen hier gewoon vakantie houden. Maar er zijn ook andere huizen. Bijvoorbeeld onze buren. Dat zijn de 2 grijze zusters. Deze kost $12,5 miljoen. En deze $15 miljoen. En we hebben hier ook nog een andere bekende Amerikaan wonen. Dit mooi gelegen pandje. Waar je leuk kunt verblijven. Wat hij ook doet. 2 weken per jaar. Kost ongeveer $27 miljoen. En dat werken continu 3 mensen om het een beetje klaar te houden voor meneer Smit. Maar het staat de grootste gedeelte van de tijd leeg, net zoals alle mooie zomerhuisjes hier. En hier naast de grijze zusters woont Tommy Hilfiger met een heel speciaal raam wat totaal anders is. Leuke buren hier. Ik kom zelf altijd met de boot, maar op een goede dag landen hier 150 private jets voor mensen die hier dan 1 of 2 weken blijven. En dan weer terugvliegen naar San Francisco, New York of andere plekken. Dit was het nieuws uit Nantucket. Ik ga weer lekker even naar het strand en een beetje genieten van al die VIP's die hier zitten. Het is echt onvoorstelbaar hoe ongelijk het verdeeld is hier in deze wereld. En dat is ook echt niet iets wat ik goed vind. Het hele Witte Huis is ook elke keer weer een enorme hoeveelheid lol. Om op een gegeven moment naar te kijken welke nou weer eruit vliegt of welke nou weer erin vliegt. Hier, als je met mensen praat, denk dat 80% Republikeins is. En ik denk dat daar de helft van zich enorm schaamt dat eigenlijk Donald Trump aan het bewind is. Maar ze kunnen niet zeggen dat ze hem niet steunen. Dus dat is echt tegen wil en dank. Dat zie je echt dat vreet aan mensen. Maar het grappige is dat democraten en republikeinen, die praten niet met elkaar. Je voelt elkaar uit en op het moment dat je merkt, hé, de ene is republikein, de andere is democraat, dan praten ze nergens over. Dan glimlachen ze alleen maar. En dat is hier natuurlijk hier in Nantucket heb je ook nog wel een hoop, zeg maar, liberals. Die dus wel inderdaad €50 miljoen hebben, maar toch gewoon liberaal zijn. En eigenlijk voorstander van een goede overheid, een grote overheid en ook wel belasting willen betalen. Dat doen ze natuurlijk niet. Maar dat willen ze eigenlijk wel. Dat zeggen ze dan. Maar die praten dus niet met elkaar. Het is echt ongelooflijk. Nou, tot volgende week. Uit Nantucket.